staan in Zuidoost-Beemster. Wat is er gebeurd? Er is brand ontstaan hier aan de Oostdijk in Zuidoost-Beemster in een hondenopvang. De brandweer was snel ter plaatse en vanwege de felle brand is er ook heel snel opgeschaald. Daarna was de brand vrij snel onder controle. De brandweer is nu nog bezig met wat nablusswerkzaamheden en aan het onderzoeken. Er worden nog enkele honden vermist, dus nog niet duidelijk hoeveel. En daar wordt op dit moment naar gekeken. Nou was de brand daadwerkelijk in het opvanggedeelte. Hoe gaat het met de honden? Ja, diverse honden zijn inmiddels nagekeken door het personeel van de dierenambulance. Met name op rookinhalatie en of er brandwonden zijn. De honden zijn natuurlijk ook flink geschrokken van de brand.